Deze beschouwing die gaat over een vraag van mijn dochter. Die was hier gisteren. Ze kwam om een uurtje of vijf. Het was heel gezellig. Hè? Om vijf uur. Dan zijn we eerst samen boodschappen gaan doen. En om een uurtje of negen toen. Ah, was ze moe. En ze wilde naar huis. De volgende dag moest ze weer naar haar stage. Moest ze vroeg op. En we hebben gekookt iets wat zij had uitgezocht. En dat was veganistisch. En lekker, joh. Wauw. En zij kan goed met de kruidenpot uh, te keer. En ze keek zo in mijn kruidenkast. Ik heb ook al een aantal kruiden hier staan. Hoor. Ik keek zo. Ja, heb je ook uh, chilipeper? Ik zei nou, ik heb uh, cayennepeper. Is dat ook goed? Cool? Ja, ze, is het ook goed. Dat is echt spicy. Echt lekker. Met spinazie erin en pompoen. En een goede curry. Mm. En toen vroeg ze, daar gaat het dan om. Toen vroeg ze op een bepaald moment van... Uh, hoe kijk jij tegen die impeachment aan van Trump? En toen heb ik tegen haar in het kort iets verteld van... En dat ga ik nu wel wat beter uitleggen. Ik zei tegen haar: kijk, die impeachment dat is alleen maar theater. Dat heeft geen inhoud. Uh, Amerika is helemaal in de wurggreep van wat ze nu noemen de nieuwe wereldorde. Dat is een organisatie. En daar is niks nieuws aan. Hij wordt ook wel gekscherend de oude wereldorde genoemd. En Amerika zit in die wurggreep. En ja, of Donald Trump nou geimpeached wordt of niet, dat ligt eraan wat handig is voor de agenda van de jongens en meisjes van de nieuwe wereldorde, die de oude wereldorde is. En ik vroeg aan haar van nou, hoe sta jij er dan in? En zij vond nou, ik vind dat hij geimpeached moet worden. Dat betekent afgezetten. Waarom dan? Heeft die man nou fout gedaan volgens jou? Nou. Uh... Nou, het enige wat ik onthouden heb als echt concreet ding. Oh ja, hij had uh, de leider van Noord-Korea gedreigd met een kernoorlog. Dan denk ik ja. Maar ja, zal wel. Hij heeft uh, Iran ook gedreigd met een uh, oorlog. Maar hij is er ook niet van gekomen. Ja, hij heeft een aantal dreigementen geuit. Ja, nou in. Nou, zij vond het dan niet kunnen. En ze zei van ja, en hij heeft ook een aantal tweets gedaan. Dat je denkt van uh, OMG. Dat is dan uh, Engels voor uh, oh my God. En ik zo van, ja. Moet je hem daarom afzetten. En dan, erop terugkomen... Het is alleen maar theater. Het, het maakt helemaal niet uit. De presidenten in Amerika... Die, ja, die stammen punt 1 af van een bepaalde bloedlijn. Die begint bij Karel de Grote of zo. Charlemagne. Dat is een grote Europese heerser. En die familie, ja, zitten, ja, daar zitten heersers in. En die worden uitgekozen en die worden dan ergens neergezet. En de nieuwe wereldorde, daar ja, is niks nieuws aan. Dit is een voortzetting van ja, heel lang geleden uh, Babylon. En Babylon, de stad zelf is opgeheven, de regio, daar zijn ze weggetrokken. En met die mensen uit Egypte zijn ze naar Griekenland gegaan. Dat Egyptische gedachtegoed en het Babylonische gedachtegoed van de heersers dan. Hè? Dat is gek hetzelfde. Het gaat over een eenheid van kerk en staat. En het volk wordt uh, bezig gehouden met uh, leuke feestdagen. En. Het betaalt zich blauw aan belasting en en, en. en de rest. Is een absoluut immoreel absoluut immorele leiderschap. Dat is Babylon. Dat was Egypte ook. Nou, die club die heeft zich verplaatst naar Griekenland, en van daaruit verplaatst naar het noorden van Italië of halverwege Italië. Waar zit dat? En Rome is een belangrijke stad. Het was toen het Romeinse Rijk. Toen kwam. En toen kwam het Christendom op. want het begin van onze jaartelling. Christus in het jaar 33 is Christus gestorven aan het kruis voor onze zonde. Toen kwam dus die beweging vanuit het volk. En daar maakten ze zich erg zorgen over vanuit het Romeinse Rijk. Zo zorgen dat ze uiteindelijk als perfecte oplossing zagen om het christendom maar te incorporeren als staatsgeloof. En het op die manier nog te kunnen beheersen. Want het lukte ze niet om het op een andere manier onder controle te krijgen. Want voor iedere christen die ze voor de leven gooiden. Daar kwamen er tien voor terug. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben christelijke mensen voor de leeuwen gegooid. In het uh, Colosseum daar in Rome. Als volksvermaak. Maar dat werkte dus contraproductief. En toen hebben ze het overgenomen. En toen werd het Romeinse Rijk, werd vervolgens het Heilige Romeinse Rijk. En dat beviel ze prima. Het ging uitstekend. En daar kwam even een deugje in met Maarten Luther. Maar daar hebben ze zich prima van hersteld. En dan kan je zeggen, Wie, maar die Roomse kerken die zijn er allemaal leeg. En er zijn helemaal geen mensen meer die aan de biecht gaan en die de mis doen en zo. Dat is ook zo. Maar dat maakt ze helemaal geen donder uit. Ze zijn ooit dat hele avontuur met die kerk begonnen omdat het christendom dat was niet onder controle te krijgen. Anders dan dat ze het over zouden nemen. En nu hebben ze geen last meer van het christendom, want uh, ja, mensen zijn uh, atheïst of uh, transgender of uh, homoseksueel of uh, geen van beide, ik ben nihilist ofzo. Kijk, dat vindt, ik, dat vindt Babylon uitstekend. Babylon krijgt helemaal de rimbam van mensen die uh, het woord van Christus en het woord van Mozes. Uh, even zeggen, even Mozes als eerste natuurlijk, Mozes, Abraham en zo. En dan Christus erbij, uh, dat, daar houden ze niet van. Die jongens en meisjes van de Babylon. Maar als wij uh, de Bijbel verachten, vinden ze dat ook best. En als wij uh, onze mannen, onze zonen uh, laten castreren, dat vinden ze niet alleen best, nee, dat vinden ze geweldig. Dus ze kunnen zich dat niet beter wensen. Een homoseksuele seks vinden ze uitstekend, uh, seksuele activiteiten überhaupt vinden ze geweldig. En dat is de wereldorde, of dat wat dan genoemd wordt, de nieuwe wereldorde. En iemand als Donald Trump, die past in dat plaatje. Donald Trump is geselecteerd als president. En je zal ook zien dat als je zijn bloedlijn helemaal terug gaat trekken, dan kom je natuurlijk ook weer uit in die, in die club van Charlemagne. Charlemagne, Karel de Grote. Denk ik wel. Het Huis van Windsor heeft er ook mee te maken. Dus Engels Koninkrijk, Brits Koningshuis. Zijn, uh, ja, dat zijn heidenen. Wij christenen, we zien dat vrij rustig en zeggen: dat zijn heidenen. En uh, dat was Barack Obama ook. En dat Barack Obama links was, en mijn dochter is dus links, dus is ze anti-Trump, en is ze dus pro-Hillary Clinton. En was ze natuurlijk in die tijd, maar was een, toen was ze nog niet uh, stemgerechtigd. Maar in die tijd was ze dan voor Barack Obama geweest, want die was dan ook links, net als zij. Dus dan voelt ze met zo'n partij mee. En dan denk je, ja, ik ben ook voor Barack Obama. En zij. Ja, ik heb het eruit gelegd, maar ik denk niet dat het dit blijven plakken. Ik ga ervan uit dat zij niet in de gaten heeft dat het niet uitmaakt wie er aan de macht komt. Wat belangrijk is, is dat het Amerikaanse volk gelooft dat, ze, dat het uitmaakt en dat het beleid van Trump heel anders is dan het beleid van Barack Obama. Maar dat is helemaal niet zo. Het is hetzelfde beleid. En het beleid is om Amerika op de knieën te krijgen. Nou, de paus die is dan, als de paus ergens de baas wordt, dan gaat hij vervolgens iedereen die uh, zelfstandig iets voorstelt, zoals bijvoorbeeld de middenstand, uh, iedereen gaat, gaat eraan. En wat de paus wil in een regio, dat is een, uh, een leger van allemaal afhankelijke slaafjes. En iedere vorm van congregatie van samenkomen, van iedere vorm van eenheid, die moet eraan. Ook het gezin moet eraan. Als de paus ergens een hekel aan heeft, is dat het gezin. En dat komt omdat uh, gezinnen uh, ja... Uh, het, het vormt een eenheid en die kinderen hebben dan een stabiele omgeving waarin ze opgroeien en die gaan dan ook nadenken over hun eigen bestaan en die gaan dan ook weer gezinnen vormen en die gezinnen die gaan weer aan elkaar kleven en dat worden families en uh, ja, kortom, dan krijg je, uh, noem het maar, Autoriteit, dat is niet helemaal het goede woord, dacht ik. Autonomie, dat zorg ik. Je, je krijgt autonome eenheden in je samenleving. En dat wil de paus niet. Want dan raakt hij zijn, zijn zeggenschap kwijt, zijn heerschappij. Op termijn. Dat, dat weet hij. En dat is ook zo. Kijk, de mensen die, uh, zoals ik. De tijd en moeite hebben genomen om de geschiedenis te bestuderen. Die weten dat de paus achter de Eerste Wereldoorlog zat. Die weten ook dat de paus achter de economische depressie zat. Die weten ook dat de paus achter de Tweede Wereldoorlog zat. En die weten ook dat de paus achter de Vietnamoorlog zat. En die weten ook dat de paus achter de oorlog tegen terreur zat. De war against terror, waar we nu met. Ja, je kent al dat, die toestanden wel sinds die aanslagen van 11 september. En de aanslagen van 11 september, dat was Osama Bin Laden helemaal niet. En dat weet Donald Trump ook. Maar hoor je Donald Trump erover? Nee, natuurlijk niet. Als Donald Trump eerlijk zou zijn en tegen het volk zou zeggen van jullie zijn de mythe toen met 11 september. Den, uh, den, den, nou, dan zijn zijn dagen geteld. Dat weet hij ook wel. En Donald Trump, die is het lekker moeilijk te doen over het feit dat Amerika volstroomt met allemaal mensen van een heel laag IQ en heel toevallig is het merendeel daarvan katholiek. Goh. En dan gaat hij daar, uh, gaat hij zeggen, dan ga ik een muur bouwen. Ja, Hoe zou een muur bouwen? Het enige wat Trump hoeft te zeggen is: uh, kijk, in de wet staat dat je om in Amerika te mogen wonen en werken, uh, heb je papieren nodig. Minimaal een green card. En heb je die niet? Uh, dan overtreed je de wet. En dan is het een kwestie van: wat gaan we met je doen? Wat moet je nou met iemand die in Amerika woont, verblijft. en die heeft geen geldige papieren? <kuggen> moet je die weer laten lopen? Ja, dweilen met de kraan open natuurlijk. Maar oh, foei, je mag je niet doen hoor. Hier heb je geldige papieren nodig. Nou goed onthouden hè? Nee, natuurlijk niet. Die moet je oppakken. Oppakken en opsluiten. Ah. En als jij uh, weet dat iemand die geldige papieren heeft en die heeft iemand voor zich werken en die heeft geen geldige papieren. Ik weet niet of dat strafbaar is in de Amerikaanse wet, maar dat zou Donald Trump dan als eerste strafbaar moeten stellen. En dan gaat zo iemand in ieder geval minimaal uh, gepakt worden in de portemonnee. Jij iemand voor jou laten werken die niet eens geldige papieren heeft? Hoppakee. Dan ben je de bok. Dat is het enige wat Trump hoeft te doen. En dan tegen zijn uh, politieagenten, uh, zijn juridisch apparaat, te zeggen: Ik wil dat deze wetten uh, prioriteit krijgen in de handhaving. Ik ben het helemaal beut dat het, uh, het land van Amerika volstroomt met illegalen. die er helemaal niks te zoeken hebben. en die een enorme wissel trekken. op de sociale voorzieningen. Want dat komen ze allemaal doen. Dus ze trekken Amerika binnen en dan is het ken ik hier even vangen. Er zijn mensen die, die komen uit Afrika. die betalen voor de oversteek naar. Uh, Zuid-Amerika of Mexico. En dan betalen ze nog voor een busdinges en dat laatste stukje dan wandelen ze de grens over. Ja, ze komen helemaal uit Somalië. Wat doen die lui in Amerika? Het zijn criminele mensen, die komen misbruik maken van de sociale voorzieningen. Moet je aanpakken. En dan een gezeur met een muur gaat er weg. En met zoiets komt Donald Trump dan, dat hij oogenschijnlijk uh, doet hij er wat aan. En iedereen, wauw, een muur, dat kan niet. Ah. Hij doet er helemaal niks aan. Dus, we maken het uit of hij blijft of dat hij weggaat. En uh, die immigratie, uh, die uh, dodelijk is voor Amerika, waar Amerika helemaal kapot aan gaat, wij ook. Maar goed, we hebben het er niet over Nederland. Maar. Uh, uh, Amerika die gaat er helemaal ten onder aan die, aan die migratie. Tuurlijk. De mensen spreken de taal helemaal niet. Bijvoorbeeld, het probleem hebben we hier ook. Nee, joh, Dat wordt helemaal niks. Met meneer Trump. En ik schat in dat. Die impeachment voor Trump. Dat die uit gaat lopen op... Uh, ja, op een, hoe noem je dat? Op een losse vlotter. Het lijkt nu heel wat, maar uiteindelijk... Uh, blablabla, 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 er is helemaal niks meer over. En hij gaat gewoon zijn termijn uitzetten. En ze gaan proberen om van die hele impeachment affaire iets positiefs te maken voor meneer Trump en dan kan hij nog een termijn zitten. Dat is wat ik schat. Maar misschien houden ze achter de schermen beide opties wel over open. Want kijk Donald Trump als rechtse rakker, die kan weer andere maatregelen doorvoeren dan de volgende en dat, die volgende wordt natuurlijk een linkse rakker. Ja. Maar Donald Trump moet nu de agenda van de paus, of de wereldorde, hoe wil je het maar noemen. Die moet hij uitvoeren over de rechtervleugel. En als die daarmee klaar is, ja dan zou die geimpeached kunnen worden. En dan krijg je een nieuwe verkiezingen. En dan komt er een linker iemand, een links iemand. En die gaat dan die agenda van de paus doorzetten over de linkervleugel. En als we vinden dat, dat Trump over zijn rechtervleugel nog meer kan doen, dan wordt hij niet geimpeached. Helemaal niet. Het Amerikaanse congres en de senaat staat onder directe sturing van de paus hoor. Dat was in 2015 die heeft de paus, die heeft uh, zowel de senaat als het congres toegesproken. En die kreeg staande ovaties, wel tien zo. En dan zijn alle congresleden en alle senaatleden die zijn aanwezig. Als je bij zo'n uh, ding weg zou blijven, is je politieke carrière gelijk voorbij. En de paus is de baas in Amerika, heel erg. Dat, dat laat hij ongelooflijk goed voelen. De paus heeft John F. Kennedy laten omleggen. De paus heeft uh, Abraham Lincoln laten omleggen. Dat ik het even weet. De paus, dat is niet die man zelf, hè, maar de, de organisatie die erachter zit. De Verenigde, de Verenigde Aristocratie is het. Die analyse heeft uh, die man, die staat onderaan deze uitzending, die uh, Heros, Jean Heros. Die heeft die analyse heel goed gemaakt. Dat de, de rooms-katholieke kerk. die stroomt dus vol met de tweede en derde geborenen. van de aristocratie. Want de eerstgeborene van de aristocratie, zoals onze Willem-Alexander. Ja, die krijgt de poen. Ja, die, die krijgt de heerschappij, die, die krijgt de erfenis, de heritage. En al die andere later geborenen, ja, die moeten het maar zien. En veel daarvan die stromen dan naar mooie posities binnen. wat vroeger heette het Heilige Romeinse Rijk. Met aan het hoofd de paus. En de mensen die tegenwoordig zeggen: van ah, de paus die rol is al lang uitgespeeld. wat, wat lul je nou, periode? Dat is toch helemaal niet waar. Nee, jij hebt niet goed opgelet. De paus is oppermachtig. Maar dan moet jij heel goed opletten. Er is zo'n Amerikaanse president geweest, dat was Reagan volgens mij. En die heeft tegen de paus gezegd in een officiële speech: Heeft hij gezegd: En bij deze, uw heilige vader, geef ik u mijn land. Ronald Reagan was toen president van Amerika. De president van Amerika die zegt tegen de paus: bij deze geef ik u mijn land. En de Amerikanen die kijken toevallig de andere kant op. Of zitten hamburgers te eten bij McDonald's. Die zijn zich dat niet bewust. En jij ook niet. Maar ik weet het wel. Ik heb die speech gehoord, by the way. En John F. Kennedy, die wist ervan. Die heeft zo'n speech gehouden over uh, samensweringen. En dat hij zei: er is hier in dit land een samenswering gaande en die kent ze weer gaan niet. Die refereerde direct aan de katholieke kerk. En die openheid van John F. Kennedy die is aan duur komen te staan. Ze hebben hem doodgeschoten in 1963, weet je nog. Want John of Kennedy was wel katholiek. En het was wel een rokkenjager. En daarom dachten ze dus in Rome. van nou, ah, dat was wel een goede president. laat hem we maar worden. Weet je? Maar ze hadden geen rekening gehouden met het feit dat die man. het hart op de goede plek had. En voor Amerika ging doen wat goed was voor Amerika. En dat was de bedoeling helemaal niet. Niet van de paus. De paus wil geen gelukkige onderdanen. De paus wil. Uh, Arme, tierige onderdanen die allemaal hulp, hulpeloos omhoog kijken. En hopen dat ze wat krijgen van Sinterklaas. Dat is wat de paus wil. En dat wilde hij al heel lang. Er is niks nieuws aan. Wat ik je nou vertel is, er is niets nieuws aan. Dat is altijd al zo. Luther wist dat. Maarten Luther. Van de, de reformatie. Het protest. Nou, toen waren wij nog protesteren. Toen waren we protest. Maar dat is er voorbij. Hè? Wij protesteren niet meer. Wij zijn de paus dankbaar voor het homohuwelijk. Dat transgenders ook mogen trouwen. Voor erg belangrijk. Dat onze economie. Uh... Helemaal tot stilstand komt en dat we belasting moeten gaan betalen voor het verbranden van fossiele brandstoffen. Dat achtervinden we allemaal normaal. Dat is toch te gek van woorden, man. Iedereen vindt het oké okay dat wij belasting gaan betalen over het verbranden van fossiele brandstoffen. Niemand vraagt zich af waar die poen naartoe gaat. Ja, het is een overheid die dan steeds duurder wordt en steeds meer geld nodig heeft. In Brussel met zijn ambtenaren, de EU, één ambtenaar kost ons per jaar 345.000 euro. Zie je het voor je? Wat heeft een ambtenaar nou nodig? Een bureau, een telefoon, een laptop, een internetverbinding en een bureaulamp. Oh ja, en een prullenbak. En een uh, dossierkast en, uh, en, en zo'n ladenkastje bij zijn bureau. En dan moet iedere avond moet uh, Miep van de schoonmaakdienst die komt even schoonmaken. En die ambtenaar die moet overdag een paar keer naar het toilet kunnen. En wat nog meer? Zo'n werkplek, inclusief uh, de, de fysieke invulling daarvan met een man of een vrouw, dan kost je 345.000 euro per jaar. En wij vinden dat gewoon goed. We denk je van ja, nou. Kijk, Perry, je kan je wel zeggen hoor. Van, we betalen die ambtenaren gewoon het modale inkomen wat wij ook verdienen. Maar dan heb je dus dat die ambtenaren ongeveer zoveel verdienen per jaar als dat wij verdienen. En dat vind ik niet goed. Ik vind dat een ambtenaar. Je moet toch echt minimaal. Wat zei je nou, Perry? 345.000 euro. dat Is uh, Wat zoveel? Oh, uh, ja, maar goed, dat is wel Brussel, hè. Ja, het is natuurlijk wel, het is niet een gewone ambtenaar. Hè? Het is wel een extra hoge ambtenaar. Dus dat, euh, nou, ik vind dat het best wat het mag kosten, hoor. Nou, dat is mooi dat je dat denkt. Want dat getal wat ik net noemde, dat was 2017. We zijn nu twee jaar verder. Dus ik denk dat daar uh, twee keer 10% bovenop gekomen is. Dus dat is dan, uh, zeg maar, 1,2... Ik denk dat er uh, 25 bovenop zit momenteel. En een kwart van 350 is... 75 is ongeveer 80. Ik denk dat die zo'n 70.000... 75.000 zit er bovenop, denk ik. Dus nu zitten we op... Uh, 425.000. Schat ik zo. Ja, ja, ja. Dat is een miljoen gulden per jaar, hè? Daar ja, heb je een lekker goed ambtenaartje voor. Hè? Kijk, wij laten ons ook beroven. Wij zijn in die zin geen haar verstandiger dan de gemiddelde Amerikaan. En de gemiddelde Amerikaan wordt ook genaaid. Door zijn eigen overheid. En als ze dan bij de, de jongens en meisjes van de wereldorde vinden... dat Trump nog een tijdje wel wat dingen kan doen... Nou, dan wordt hij niet geimpeached. En als ze vinden dat het tijd is voor een verandering... dan wordt hij wel geimpeached. Kijk, iedereen viel over Barack Obama heen omdat hij beloofd had, Barack Obama, dat hij de troepen terug zou trekken uit Afghanistan. En dat hij Guantanamo Bay zou sluiten. En uh, dat hij niet meer zomaar poen aan de banken zou geven. Nou, daar ging Barack Obama, die beloofde dat bij de verkiezingen, maar die ging er gewoon lekker mee door. Die troepen die bleven in Afghanistan, Guantanamo Bay bleef lekker open en de banken die bleven maar geld krijgen. Daar heeft niemand wat. Ja, toen werd er een beetje moeilijk over gedaan, maar niemand heeft toen gezegd: uh, We willen Barack Obama niet meer. Helemaal ja, niemand. Nee, dat was zielig, van Barack Obama is een Afro-American en daar moet je wel een beetje medelijden mee hebben. Ja, ha. -ha, -ha, -ha. Ja, en dan neemt Donald Trump, die neemt dan het presidentschap over. En wat heeft Trump nou gedaan? Heeft die dan de troepen teruggetrokken uit Afghanistan? Nou, volgens mij zitten die Amerikanen daar nog steeds zo. En als ze daar niet zitten, dan zitten ze wel in Syrië. Wat, wat doen ze in Syrië? Ja, dan moeten ze de Syrische bevolking helpen tegen ISIS. ISIS is gesteund door de NATO. Oh, Perry, dat, dat zuig je uit je duim. Nee. Oh, dat kan ik niet geloven. Nou, dan moet jij behoorlijk naar de breindokter toe. Dan zeg je: Nou, ik heb naar een uitzending van Perry geluisterd. en het blijkt dat ik uh, helemaal niet goed kan nadenken. En uh, kunt u even kijken met de microscoop hoe het zit met mij? Ja, je hebt een ernstig probleem. Die ISIS-toestanden, waar iedereen zich druk over maakt... die zijn opgestookt door de NAVO. Ja. De NATO, als je dat liever hebt. En dat weet ik van een vriend van mij. En die komt uit voormalig Koerdistan. En die heeft dus... Zijn familie woont in het stuk van voormalig Koerdistan... dat geannexeerd is... Door Turkije bij de vrede van Lausanne. Nou, oké, okay. als je de wereldgeschiedenis op een rijtje zet, man, dan de, de, de ene birp naar de andere. De vrede van Lausanne, die is getekend ergens in 1920. Het ging om een conflict tussen Griekenland en Turkije. En toen hebben ze met dat vredesverdrag, is eventjes voormalig Koeristan in vijf stukken gehakt. Een deel is gegeven aan Wit-Rusland, een deel is gegeven aan Irak, een deel is gegeven aan Iran, een deel is gegeven aan Syrië en een deel is gegeven aan Turkije. Nou, zijn familie woonde dus in, plotseling woonde zijn familie in Turkije. Nou, dat hebben die mensen helemaal niet om gevraagd, maar ze kregen een briefje. Van, uh, ja, er is een vredesverdrag getekend in uh, Zwitserland, in Lausanne. En uh, jullie zijn nu uh, Turks. Met de vriendelijke groeten van de paus. Ja, en hij zat dus in die regio en hij heeft dus die isse-strijders vanuit Turkije zien komen met de vrachtauto's en de guns en allemaal toet, toet, toet op weg naar Syrië. Ja, maar als hij dat zegt, dan zegt hij niet dat ze duimen. Hè. Dat is gewoon de eerste hand info die ik van hem krijg. Dokje te voet. Nou, en Trump heeft Guantanamo Bay ook niet gesloten. En hoe het dan zit met dat geld geven aan de banken, ja, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat hij een enorme bak geld heeft uitgegeven aan allerlei projecten. Geld wat de Amerikaanse belastingbetaler helemaal niet had. En hoe is meneer Trump aan het geld gekomen? Nou, dat heeft hij weer even bijgeleend. Goed, hè? Zo'n president die gewoon lekker gaat lenen. Ja, van geleende centen kan ik ook Sinterklaas gaan spelen. Dus Amerika zit nog veel verder in de schulden. En ze zaten al zo ver in de schulden. Dan heeft Trump alleen maar een ontzettende bak bovenop gedaan. Ja, het heeft wel heel veel banen opgeleverd. Ja, banen in de minst betaalde sector... Nee, Trump weet best wel wat hij had moeten doen voor Amerika en dat heeft hij echt niet gedaan. Dat kan ik je vertellen. En dat weet hij ook. Die, die, die president is die vader van George Walker Bush, George W. Bush, zijn vader, die is recent overleden. Die heeft een autobiografie, sorry, een autobiografie laten schrijven. En daarin staat dat, dat hij zegt dan ergens, als het Amerikaanse volk zou weten uh, hoe wij de boel meters hebben, zouden dus ze ons lynchen. Dat betekent uh, zonder enige vorm van uh, rechtbank of zo in één keer opknopen en aan een hoge boom hangen. Maar, zei hij, het Amerikaanse volk heeft niks in de gaten. Er was een uh, geschiedschrijver. Die heet. Avro Manhattan heet hij. En die werkte voor de BBC. En die schreef ook boeken. Hij was een bestseller-auteur. En dan nam boeken over de geschiedkundige toestanden. Die was achter die genocide gekomen. die de paus heeft laten uitvoeren in Kroatië. En die zei. Op een dag, toen hij op bezoek was bij haar... tegen de voormalig presidentsvrouw van Amerika... dat was Eleanor Roosevelt. Die was dus na de Tweede Wereldoorlog. Dat was denk ik Roosevelt al overleden. En zij leefde nog. En hij zei tegen haar uh, dat hij uh, erg onder de indruk was... van die wandaden die de paus had uitgevroten in Kroatië... of laten uitvreten. En hij zei: even, Nou, als het Amerikaanse volk uh, achter deze berichtgeving komt. dan breekt er een revolutie uit. De, dit gaan mensen niet pikken. En toen heeft die Eleanor Roosevelt, die heeft uh, Afro-Manhattan. Uh, gemoedelijk toegelachen en gezegd: Ach, Afro. Maak je nou maar geen zorgen. Dit soort dingen kan je makkelijk publiceren. Want tegen één zo'n bericht van deze kant, de waarachtige kant. komen er duizend van de andere kant. En in Amerika komt geen opstand tegen de rooms-katholieke kerk. Echt niet. De, die propagandamachine die draait op volle toeren. En dat er dan een berichtje is. dat de rooms-katholieke kerk iets vervelends heeft gedaan in Kroatië. dat blijft niet hangen, joh. Dus er komt helemaal geen reactie vanuit het Amerikaanse volk. naar de katholieke kerk toe. Echt niet. En, nou, en even men had een. Uh, Avro Manhattan. Afro-Manhattan. Die hadden we van. Nou, dat wil ik zo net nog niet. Maar nou, we weten inmiddels wel wie de gelijk heeft gekregen van die twee. Dat was Eleanor Roosevelt. Het Amerikaanse volk heeft het helemaal niet geïnteresseerd. En ons trouwens ook niet. Uh, heb jij het ooit. Uh, je hoort het nu van mij, hè? Dat de rooms-katholieke kerk. die heeft opdracht gegeven aan onderdanen van de rooms-katholieke kerk. Om in Kroatië alles bij elkaar. een miljoen burgers. dood te martelen. en. Euh, nou, dood te martelen. Klaar. Dat wil zeggen. die mensen die kregen nog even de tijd. om zich te bekeren. tot het rooms-katholieke geloof. en als je dat niet overtuigend wist te vertellen. dan ging je dus euh, doodgemarteld worden. Dat hebben ze gedaan bij bijna 1 miljoen mensen. Tweederde daarvan waren Servische Orthodoxen. christenen. En die andere club. die andere een derde. Dat waren Joodse mensen. En er was uh, dat gedoe in Duitsland met die uh, concentratiekampen. Dat was nog uh, genadig. Vergeleken met het lot van de Joodse mensen in Kroatië. Die werden doodgemarteld. In opdracht van de paas. Uh, heb jij ooit een protest gehoord hier in Nederland? Tuurlijk niet. Je weet het waarschijnlijk niet eens. Of je weet het nu wel, of je hebt eerder naar mij geluisterd. Maar zeg nou eens eerlijk: heb jij het van een ander ooit eerder gehoord? Ik denk het niet. Dus in die zin heb ik een hele belangrijke rol voor de Nederlandse samenleving. Dat ik dit alleen, alleen op dit front. Nog een keer, de rooms-katholieke kerk heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog opdracht gegeven aan haar medewerkers in Kroatië om de Servische Orthodoxe christenen en de Joden dood te martelen. Tenzij ze zich zouden bekeren tot het katholicisme, maar dat moest dan wel overtuigend zijn. En bij twijfel werd je alsnog doodgemarteld. Jurk Liesman heeft op zijn kanaal een film, een documentaire film staan over dat hele avontuur. En ik heb hem tegen Jurk gezegd, ik, ik was hem, ik wist er al van. Nou, ik denk, dan kijk ik, kijk nog even naar die documentaire film. Uh, ja, na de tien, vijftien minuten, ik werd, ik werd lichamelijk ziek. Ik werd kort misselijk, letterlijk misselijk. Dus toen ben ik gestopt met kijken. Dat heb ik later, toen ik Jurk was ik met hem aan Skype of zo. Of ik had hem aan de lijn, ik weet het niet meer. En ik zei dus tegen hem van, uh, nou ja, sorry. Uh, uh, alle respect voor het feit dat ik het geüpload heb op zijn kanaal. Hij heeft die documentaire film niet zelf gemaakt hoor. Hij heeft hem geüpload van een ander kanaal af. Dus alle respect ofzo. En ik heb wat beginnetje wel gekeken, maar ik kon hem niet afkijken waarop Jurk tegen mij zei van... oh, dat neem ik je niet kwalijk. Ik zelf kon hem ook niet afkijken. Nou, en wij zijn toch geen kleine jongens. Maar er zit een grens bij ons aan het verwerkingsvermogen. Dus sommige gruweldaden zijn zo erg. En dat zijn de jongens en meisjes van de nieuwe wereldorde. En er is niks nieuws aan. Dat is de oude wereldorde. Dat is wat ik net al zei. Het is Babylon, Egypte, Griekenland... Romeinse Rijk en dan het Heilige Romeinse Rijk en, en wat we nu hebben. En de paus die doet nog steeds vrolijk mee. De titel van de paus, by the way, die is Pontifex Maximus. Dat was een van zijn titels. <coughs> Hij heet ook Vitarius, Vicarius Christi. Dat betekent uh, de vertegenwoordiger van Christus. Een vicar of Christ. De plaatsvervanger kun je ook zeggen. Maar zijn andere titel, of een van zijn andere titels. Ja, De Heilige Vader dat is ook een titel. Hè? Maar een andere titel is de Pontifex Maximus. Dat betekent de grootste bruggenbouwer. Een pont, dat betekent brug. Sur le pont d'avion, on die dansen, on dansen. Dus Pontifex is een bruggenbouwer. En dan gaat het erom dat, dat de paus dus nazi's tot elkaar brengt. Hij verenigt ze. Dat lijkt heel erg leuk, maar hij verenigt ze door ze allebei op dezelfde wijze te overheersen. Zo brengt hij ze bij elkaar. En vaak doet hij dat door ze eerst tegen elkaar op te zetten. En dan gaat hij dus de oorlog financieren aan beide kanten. Aan beide kanten gaat hij wapens geven, zorgt hij voor. Dan krijg je een gewapend conflict. Dat loopt dan helemaal uit de hand en dan gaat hij vrede stichten. Vredestichten in een oorlog die hij zelf heeft uitgelokt. Dat is zijn tactiek. En dan die landen, die zijn door die oorlog helemaal aan de, aan de bedelstaf gekomen. En uh, ja, die zijn. die zijn al lang blij dat er een vredestichter komt, en hebben ze geen tijd of energie om zich nog af te vragen. Uh, of die man die de vrede kon stichten, misschien wel de aanstichter was van de oorlog in het begin. Hè? Maar ze accepteren het maar. Bij de vrede in 1993 tussen de Palestijnen en het Joodse volk, toen is een heel groot deel van de belangrijke plekken in Jeruzalem is overgedragen als eigendom voor de paus. Dus er komt vrede tussen de Palestijnen en de mensen van het land Israël. En de paus die krijgt grondgebied. Kijk, zo werkt de paus. Zo werkt de nieuwe wereldorde. Tuk je de verbied. En Trump werkt voor de paus. En Trump weet ook dat John F. Kennedy niet is doodgeschoten door een dolgedraaide CIA-medewerker. Genaamd Lee Harvey Oswald. Trump weet dat John F. Kennedy is doodgeschoten omdat hij buiten de lijntjes aan het kleuren was. En hij kijkt wel linker uit. Hij probeert een leven te blijven. En dat Amerika ermee aan de bedelstaf komt, ja, dat zal Trump echt een worst zijn. Want anders had Trump wel wat aan. had Trump allang die troepen teruggehaald. en had Trump de illegaliteit aangepakt in Amerika. En gezegd: iedereen die hier zonder papieren verblijft, die wordt aangepakt. En die wordt in ieder geval niet losgelaten. Als jij zonder papieren over straat loopt, ja, dan kan het zijn dat je even naar huis. Euh, dan, krijg je, dan, mag je, dan mag je in de politieauto stappen. Rijden we naar je huis en daar liggen dan je geldige papieren. Ik bedoel, dat zou kunnen. Maar als jij niet een vaste woning, verblijfplaats hebt. of je weet helemaal niet waar je huis is. of weet ik wel wat, maar je kan niet met papieren komen. nou oké, okay, dan ga je gelijk door naar de gevangenis. Dat kan Trump toch zeggen? Nou, en dan maak je. dan lopen de gevangenissen natuurlijk binnenkort helemaal uit te puilen. Maar dat is toch niet erg? Met wat prikkeldraad en wat betonnen palen. en wat uh, douche- en wasgelegenheden. En ja, kom op zeg. Door zo'n kampement stamp je toch echt binnen een week aan elkaar of niet? En dan allemaal terugzetten over de grens. Klaar. Dat doen ze in Israël ook hoor. En ja, je wordt dus in je wordt niet gelijk uitgezet. Dat hebben die, die Israëlische mensen best goed in de gaten. Want daar gebeurt dat ook: dat dus mensen van buiten illegaal naar binnen komen. Ja, je gaat minimaal twee jaar in zo'n kamp. En dat is twee jaar lang uh, geen geintje. Dat is gewoon niet leuk. Je hebt, je hebt geen zak te doen, dat is dan leuk, je hoeft niet te werken. Maar er is ook verder helemaal niks. Je verveelt je eigenlijk helemaal kapot. En dan, na twee jaar, word je vrijgelaten, over de word je over de grens gezet en ben je vrij. Ja, en als je dan zo dom bent om weer Israël binnen te lopen, ja, binnen no time zit je weer in hetzelfde kampement, zit je weer voor twee jaar. Ja, dan leer je het snel af. Om zonder papieren Israël binnen te komen. Nou, dat kunnen ze in Amerika toch ook doen? Zo'n oplossing kost helemaal niks. En Zo'n muur, ja, dat slaat helemaal nergens op. Die gaat er ook niet komen ook. Dat dus snap jij toch ook wel? Nee, het maakt geen donder uit. Het maakt niet uit wie de president is van Amerika. Je zou in Amerika een president willen hebben die iets doet voor het land zelf. Maar dat zou je hier in Nederland ook willen. Ik zou ook zo een lijstje kunnen maken wat ik nou zou willen voor het landsbestuur. En ik zou zonder meer zeggen dat uh, Europese wetgeving hier niet geldt. Dus als Europa komt met een uh, met een wetsvoorstel dan ja, dat mogen ze best uh, publiceren. Dat hoeven ze ook helemaal niet op te sturen. Dat zetten ze gewoon op een website. En dan zeggen ze: Nou, het lijkt ons een goed idee als ze uh, de volgende regels in gaan voeren. Nou, en dan kijken wij daarna. En als wij zeggen: Nou, dan kunnen jullie een goed idee vinden, maar wij vinden dat van niet. Nou, dan doen we dat niet. En als we dat wel een goed idee vinden, dan zeggen we: Nou, oké, okay, jeetje, bedankt voor een goed idee. Klaar. En betalen aan Brussel? Nee. Ja, misschien als wij wetgeving van ze overnemen, uh, die we zelf niet hadden kunnen verzinnen, dat we zeggen, nou, we vinden zo'n goed idee, zo'n zo regel waar je nu mee komt. Nou, die nemen we over en dan betalen we daarvoor. Eenmalig, 50.000 euro, een soort advieskosten. En that's it. Waarom zouden wij moeten betalen aan een EU? Die laten doen niks anders met, met, met dat poen wat wij betalen aan de EU... Smijden ze vervolgens over de balk door het weg te geven aan landen zoals Letland en Estland en Litouwen. Dan hebben wij er helemaal geen donder mee te maken. Neem dat geintje van die, uh, die korting die het Verenigd Koninkrijk heeft bedongen bij Brussel. Die betalen dan, dat was iets van. Ja, huppeltje op miljarden gaat het over, hoor. En die, die betalen dan die Britten niet. Die krijgen korting. En dan heeft de EU gezegd, oké, okay, de Verenigde Koninkrijk krijgt korting... maar daarvoor moeten de andere landen extra gaan betalen. Het zijn een steltje oplichters, hoor. Nou, en dan krijgt Groot-Brittannië, zeg maar, voor 4 miljard korting. En dan zou je denken, nou, dan moeten de andere lidstaten... die moeten 4 miljard extra op tafel leggen. Nee, dat is niet waar. Die moeten 4,1 miljard extra op tafel leggen. 100 miljoen meer. Waarom? Waarom moeten de andere lidstaten niet alleen de korting van het Verenigd Koninkrijk ophoesten, maar daarbovenop nog een keer 100 miljoen? Nou, dat komt omdat de Europese Unie. dat zijn een stelletje doortrapte boeven. Een schurkentuig. En als jij een, een, een welgemeend leider bent, à la Willem van Oranje, Willem de Zwijger, die het juiste voor heeft met zijn land. dan zou je zeggen: Nou, voorlopig krijgt de Europese Unie geen, helemaal geen ene cent meer van ons. En we gaan eerst eens even uitzoeken wat we die lui überhaupt betaald hebben. en wat we daarvoor terug hebben gekregen, los van een hoop ellende. Wat hadden we eigenlijk aan de EU mogen betalen? Voor het feit dat daar zinvolle dingen uitkwamen, waar wij wat aan hadden. Door het is niet de verantwoordelijkheid van Nederland om de economie van Litouwen te gaan opkrikken. Dat doen die Litouwers maar lekker zelf. Dat is allemaal voor die gekken. Door Griekenland is bij de EU gekomen. Maar die, die boeken van Griekenland, de boekhouding van Griekenland. Die, daar was mee gevoeteld. Goldman Sachs, die Amerikaanse zakenbankorganisatie, die is er daarmee bemoeid. En wij hebben Griekenland lid gemaakt van de EU, terwijl die hele boekhouding van die Grieken helemaal niet klopte. En er zat een enorme schuld in die overheid. Dus wij hebben iemand in de club genomen die een ongelofelijke schuld had. Ja, ha 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 ha. En wiens de schuld is dat? Dat is de schuld van de EU. En dat moet Geert Wilders zeggen. En we betalen gewoon niks meer aan de EU. Gewoon helemaal, helemaal niet meer. Iedere ambtenaar die betrapt wordt... op het overmaken van geld aan de EU... die sperromiddelen kon slagen... verliest al zijn pensioenrechten. Als je betrapt wordt. En dan leren die ambtenaren het wel af hoor. En er hoeven ook helemaal geen ambtenaren meer... naar de EU... De euro-parlementariërs, dat hoeven we echt niet meer. De EU heeft geen zeggenschap meer in Nederland, punt 1. En voor de rest blijven we heel vriendelijk. Als de Duitsers onze eieren willen kopen, dat is geen enkel probleem. Mensen willen onze kaas kopen, dat is geen enkel probleem. We willen geen ruzie met de Europese buurlanden, daar gaat het helemaal niet om. We willen niks meer te maken hebben met die aristocratische plunderaars. Kijk, wij zouden als Nederland een hele grote vinger op moeten heffen naar Brussel en zeggen: hoeveel vingers steken we op? Dat zou het Amerikaanse volk ook moeten doen. Maar ja, het Amerikaanse volk is net als wij helemaal bezeten van dat theaterspel. En wij hebben dan Geert Wilders en Thierry Baudet. En dan de andere helft van Nederland zegt, nee, het is niet Thierry Baudet, het is Thierry Baudet. Nee, het is niet Thierry Baudet, het is Thierry Baudet. En dan denken wij dat we naar interessante dingen kijken. En zo denken ze in Amerika, nou, zal hij dan nou wel geimpeached worden, zal hij dan nou niet geimpeached worden? Maar het maakt helemaal niet uit. Na Trump komt er weer een ander en die doet nog steeds precies wat de paus zegt. En er valt niks aan te doen. Het enige wat je ermee kan doen... Het is je kind uitleggen... ...in wat voor een verschrikkelijk... ...slavensysteem het aan het opgroeien is. Want dit gaat... Uh, ...dit gaat meerdere generaties kosten. Als we het niet verprutsen. Ook nog een keer... Maar ik hoor heel veel geluiden hier in Nederland. Vooral onder de vrouwen. die dan zeggen: Ja, maar ik vind het wel goed dat de EU dan komt met klimaatregels. Dat is echt verschrikkelijk. En wat je daaraan moet doen, weet ik niet hoor. Maar als je tegen een vrouw gaat zeggen: We zijn niet zo te zeuren. dan ben je gelijk een masculine patriarchale onderdrukker. Well, er zijn dus vrouwen en die beweren dat de boeren in Groningen met hun stikstof-huppeltje-pub-bemesting, Dat ze ervoor zorgen dat er allerlei plantjes en diertjes op de hoge Veluwe gaan uitsterven. Die vrouwen kunnen niet nadenken. De gemiddelde windrichting in Nederland is zuidwest. Dus voor zover er in de dampen van de Groningse boeren... van de scheten van hun varkens en alles... Uh, ja, al die scheten van die varkens waar stikstofoxide en, en, en wat andere spullen ammoniak, in zit... ja dat waait allemaal de Waddenzee over. Dat kan helemaal niet vanaf Groningen terugwaaien... naar de, Noord, uh, naar de Overijssel en de Hoge Veluwe. Dat kan niet. Maar die vrouwen, die, die geloven alles... Er is nou een project, dat wilden ze doen voor de Noordzeekust. om daar windmolens te gaan bouwen. En dat mag dan niet van de Europese Unie. En zo'n ongelofelijke stoethaspel. Een sufka van een Arjen Lubach. die moet daarom lachen. Die vindt het zo leuk hè? Ha, ha 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 lekker geen windmolens lekker geen windmolens en dat vind ik heel erg leuk ja ja want ik ben Arjen Lubach en ik wil dat Nederland kapot gaat ja ja en daar lach ik om op zondagochtend. Arjen Lubach, die zit met zijn broek te piezen van het lachen. Ja, de, de windmolens mogen niet voor de Noordzeekust komen, want anders gaat het geelgerande bruinkevertje op de Hoge Veluwe gaat dood. Oh, 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 oh. En al die vrouwen denken, ja, maar Arjen Lubach is wel een mooie man, hoor. Ik vind toch wel, uh, ja, is wel heel verzorgd, vind ik. hele verzorgde man. Oh, oh, oh. zag ik nog laatst, dat zag ik dus vandaag op Facebook. Dat hier in Arnhem heeft de gemeente bij iedereen in de brievenbus een folder gestopt. Dat er is een meevaller in die wijk van Arnhem, waar ik het dan over heb, Prezikhaaf of zo. is een meevaller. Want wat blijkt nou? Dat de verbouwing van een of ander speelterrein voor kinderen, dat valt toch binnen de Europese stikstofregels. Oh, 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 oh. Kijk, ik ben op zich tegen die wanstaltige hoeveelheid van castraties die plaatsvinden door al die transgender mensen. Maar er zijn toch bepaalde ambtenaren waarvan ik denk: van, uh, zitten daar niet een paar balletjes te veel aan hoor? Zou die niet een beetje moeten prikkelen? Van hé, hey, mallet, moet je ook niet aan de castratiearts? Dat kan toch helemaal niet? Snap je? Ja, dan maak je daar druk over en Donald Trump, ach. Niks aan de hand. Het is gewoon theater, meer niet. En het is zielig voor Amerika dat ze ja, de vrijheden die ze ooit hadden, dat ze die stapje voor stapje kwijtraken. Maar ja, gedeelte smart is halve smart. De Amerikaan kan naar Nederland kijken en denken, ja, in Nederland is dat ook zo. En wij kunnen weer naar België kijken en daar is precies hetzelfde ook aan de hand. In Frankrijk ook. En Duitsland, dat is ook niet fijn, hoor. En een groot probleem, en dat is in Amerika ook zo, dat is die massale immigratie. Het was vorige week, zijn er in Ter Apel, er zit zo'n asielzoekerscentrum opvang, huppeltje pup ding. Er kwamen twee touringcars met mensen uit Moldavië. Ja. Sinds wanneer mogen mensen uit Moldavië hier naartoe komen en dan een uitkering aanvragen? Wat is dan weer de bedoeling? van? Maar ze gaan wel allemaal een uitkering krijgen. Bedoel, ze zijn allemaal geaccepteerd en ze zitten nu in het asielzoekerscentrum. En ja, ze gaan kijken of ze binnen de mazen van de wet er wat aan kunnen doen. Want ja, die kan die zielige mensen toch niet terugsturen? Dat gaan ze doen en dat gaat weer een ontzettende klap geld kosten. En Nederland wordt armer en armer. Wij krijgen per jaar 100.000 mensen bij die behoeftig zijn, die geen Nederlands kunnen spreken. Dat is een stad ter grootte van Arnhem. Hè? En Arnhem is best een grote stad voor een land als Nederland. 100.000 man per jaar erbij. Dat is dan kijk, uh... kijken, er wonen hier, 17 miljoen mensen. Even de rekenmachine erbij pakken. Dan heb je 100.000, 100 1, 2, 3 gedeeld door 17. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Is. Ja, dan komt er toch een. Uh, ongeveer 1% groeit de bevolking in Nederland daarmee. En die 1% die erbij komt. is ongeveer nog maar 6% trouwens. Uh, afgerond 1%. <laughs> ja, die gaat voorlopig niet werken. Wist je trouwens dat uh, Turkse vrouwen. Tussen 18 en 65 jaar. tien keer zo vaak gebruik maken van een bijstandsuitkering. dan Nederlandse vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep. tien keer zoveel. En vrouwen maken in die leeftijdsgroepen. Uh, iets van een 20% meer gebruik van de bijstand dan mannen. Dus als je die Turkse vrouwen vergelijkt met de Nederlandse man, qua bijstandsuittrekken, dan is al twaalf keer zo vaak. Ja, wat doen die mensen hier? Turkije is er niks mis mee. Waarom gaan ze niet terug naar Turkije? Oh, we waren ooit gastarbeiders. Ja, nou niet meer. Nu ben je gastuitkering trekker. Ja, voor mij hoeven die mensen niet weg, hoor. Dat... Ik denk dat die mensen uiteindelijk... Ja, ik denk dat het beste is dat we allemaal lekker bij elkaar blijven hier in Nederland. En ik zou wel fijn vinden dat er niemand meer bij komt. Het is echt wel genoeg geweest, hoor, nou. En die mensen in Moldavië die vorige week aangetoeterd zijn komen, die hebben we terug. Oh, terug. Niet vriendelijk doen, gewoon terugsturen. Dat die mensen in Moldavië ook gaan vertellen. Van, nou, zeg, we hebben ons heel veel geld uitgegeven, zijn we helemaal naar de Apel gegaan? Het was helemaal geen leuke busreis. En die buschauffeur die was heel zachrijinig. En toen kwamen we daar en toen hebben ze ons teruggestuurd. Nou, het is helemaal niet leuk, weet je het. En laten ze dat maar in Moldavië vertellen, zodat die mensen in Moldavië weten dat ze dat niet moeten gaan doen. Want het staat er helemaal nergens op. Maar wat gaan ze doen? Ze gaan die mensen hier opvangen. Ja, die gaan ze dadelijk een kaartje sturen naar Moldavië. Van nou, groeten uit Nederland. We zitten hier hartstikke fijn. We hebben zelfs een iPad gekregen en nu gaan we binnenkort op Facebook. En dan kunnen we dadelijk het doorchatten. Ha, ha, ha. Ik ben helemaal niet tegen buitenlanders. Ik ben alleen tegen het feit dat het dichtstbevolkte land van Europa... dat dan nog meer mensen gaan wonen. Het is hier al zo druk. Vergeleken met een land als Roemenië. Hier is het zes keer zo druk. Ja, dus als je een land uh, naartoe moet gaan emigreren. Ja, ga naar Roemenië. Bulgarije, daar kan je een kanon afschieten. En daarmee wordt bedoeld. Uh, ...daar kan je een kanon afschieten, want er gebeurt toch helemaal niks. Het is helemaal leeg. Vergeleken met Nederland. Waarom moet Nederland dan nog drukker worden? Is er nergens van nodig. Nou, die vonden wel mooi. Het ging eens over Trump. Maar het gaat helemaal niet om Trump. Het is theater. Het is theater wat ons de andere kant op doet kijken. Terwijl er hele ernstige dingen gaande zijn. En de paus gaat lekker door. Of ja, dus de club die van de paus is, er zit de aristocratie zit erachter. Dus die, die Karel de Grote en zijn, zijn nazaten. En dat hele bundeltje. dat is Babylon ooit lang geleden. Het Romeinse Rijk. dat is het Heilige Romeinse Rijk geworden. en de rest. Verenigde Naties hoort er ook bij. De Royal Institute of International Affairs. hoort er ook bij. De Milner Group. De Rhodes Foundation. De Soros Foundation. de Council on Foreign Relations. Um, niet te vergeten, de Knights of Malta. Is er ook één. Je hebt ook nog de Knights of Columbus. Ook één. Dat ik het even weet. Maar goed, we leven nog. En op zijn hamburg zeg ik tegen jullie. Tjus. En dag liefheids.